eeuw van mijn moeder gaat over Winnie de Willigen. Dat is een Indische dame op leeftijd die geconfronteerd wordt met een tentoonstelling van haar zoon Ramses, die volledig over haar afkomst en geschiedenis zou gaan. In het stuk gaan we door de eeuw heen, zeg maar, en gaan we op zoek naar wie Winnie nou eigenlijk is. Wat er centraal staat, nou ja, eigenlijk die grote historische gebeurtenissen, hoe dat doorwerkt op latere generaties. Dus het koloniale verleden, hoe erg voelbaar dat nog steeds is, generaties lang. Ik kijk uit naar de repetities, omdat in de repetities meestal het meest wordt ontdekt waar de materie eigenlijk echt over gaat. In de eerste lezing leest het best nog wel als een verhaal, prima, maar wat zit er allemaal nog onder? En dat is tijdens repetities altijd het allerleukst om dat naar boven te halen. Nu is het een stuk en het worden mensen van vlees en bloed. En dat proces, daar kijk ik ongelooflijk naar uit met deze mensen.